I love it when you call me Señorita. J-School. What's up, J-School? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zie eruit als shit. Oh, die paast wordt erger met de fucking second. Ik ben hier video's aan het bewerken, of aan het uploaden ondertussen. Maar dat scherm, allee, dat scherm is niet zo, maar dat is door de frequentie van deze camera en dat scherm dat lijkt. Dus de video is hier lekker aan het uploaden en ik ga zometeen naar huis mijn eten maken. En vanavond gaan we bowlingen. En ik heb hier van de Kel, ja, van een dierenarts gisteren hebben we nog gekregen. Dat is iets waar de Pablo nog binnen zou moeten pakken. Voor de zekerheid. Maar we weten niet hoeveel en zo. Dat is allemaal ook niet gezegd geweest. Dus ik kon ze niet gewoon eens bellen aan een apotheker of zo. Of een dierenarts. En eens horen hoeveel dat we er juist aan moeten geven. Oh, jij ligt hier zo schattig, lieveke. Ze is lekker aan het slapen, hè? Dat is je favoriete kussen, hè? Ja, hè? Nou, maar rustig laten slapen. Ik kan mijn kleren even aantrekken, zeg. En naar huis vertrekken, mijn eten maken. Alles maken ineens dat ik gewoon weg kan. Mijn kleren liggen huur. Zo. En mijn BH ligt hier. Zo. En mijn t-shirt ligt hier. Zo. Ik zal alles hier neerplanten op de kels en de rommel. Ja, mensen, dat zou een poembak moeten zijn. Maar ja. We hebben er toch zeker één. Oh, waarom blijven paasjes mij achtervolgen? Maar ik heb wel eens minstje gebruiken. Check. Dag, Pablo. Dat stond hem rechts, hè. Dag, Chetje. Tot straks. Flink zijn. Voilà, ik heb juist thuis wat gegeten en zo. Oh, en ik heb zo kou, man. Ik heb echt kou overal gewoon. Fuck. Weet je nog dat jaar dat wij min 14 hadden? Like, it was so not acceptable, hè. Oh, dat was verschrikkelijk om buiten te komen. Zelfs gewoon binnen zitten. Chauffage vol een bak, dat hielp gewoon niet meer, hè. Dat was gewoon kou. Maar je moet positief zijn in het leven en altijd lachen. Hey! Maar ik heb juist mijn knie gestoten tegen de muur, maar echt hard. I think it's gonna be a little bobble, hè. Had je mooie vlechtjes eens zien? Nee. Maar zeg. Net een staart. Mooi. Laat eens kijken, van dichtbij. Mooi schat. Je hoort dus even lekker eten, zo. De snoutjes hier zo kapot. Die is weg, hè? Zo hier boven. Ja. Maar wel een stukje nog. Ja, maar als je het overwrijft, dan is dat geluid. Dan horen mensen dat. En stop nog in de micro te wrijven. Het is lekker warm. Ja, proeven? Ha. Yoghurt. Lekker. Jawel, Aisha, dat is kei lekker. Arbeidjes, yoghurt en nootjes. Jawel. Ja, niet lekker? Allee, slikken. Ja, toch proberen, schat. Ja, ik hoor je toch niet. Je moet slikken. Te veel. Je moet een beetje slikken en dan moet je kauwen op de aardbei. Wanneer? Jawel, een beetje. Kunnen we dat nu lekker vinden? Allee, slikken. Mm-hmm. Ik ben aan het slikken. Ja, hè? Doe de mond eens open. Allee, slikken, kom jongen. Doe het hier dan in, hè? Ah, zeg. Zo. Echt waar. Wat vind jij niet lekker? Aardbeien. Alleen dat? Dat toch en yoghurt gewoon... ook niet. Dat vind je wel lekker, hè? Rijst. Ga je de kijkers ook een hapje geven? Kikkeboe! Pablo binnen. Nee, binnen. Pablo, Ira. Kom maar. Het is hier mega vettig. Ja, die mag je dat niet oplikken, hè? Waarom niet? Nee, die mag je dat niet oplikken. Ik kan dat op een bordje doen. Waarom mag je dat niet oplikken? Die van tafel, hè? Ah ja. Pablo moet zijn medicatie kunnen hebben om niet te sterven. Kijk, papa heeft gewonnen. Papa heeft ooit een. Papa. Papa. Met een baby heeft ooit een trofee uit plastic gewonnen. Dat is iets ranzig, jongen. Ja, Maxi. Hey. We waren wel met 20, ik was wel derde. Hè? Ja, proficiat. Ja, dat is, heel iets, dat is wel iets feest, ja. Dat ziet er echt aan. Hij vindt het wel lekker, precies. Ja, maar hier.
Ja, peritraanzig is dat. Mm-hmm. Maar hij vindt het inderdaad wel lekker. Volgens mij moet hij wel gewoon echt in die mond spaten. Ja, dat gaat niet. Ah. Zo, dus we hebben een trofee gewonnen voor de kerten. Nee, we gaan niet opeten, hè. Nee, we gaan niet opeten. Je hebt mij gewoon heel ding, jongen. Je hebt er goed sting in, dat zie je toch? Ja, ik kan dat niet helemaal geven, hè. Voor wat niet? Met er een dosering mee gepaard gaan. Zie jij er eens, Stefan? Nee, bedankt. Pablo, kom eens hier. You healthy boy. Baby, kom eens hier. You healthy boy. Jij? Waarom? Waarom? Waar jij graaf doen? Schat, je prak gewoon niet. Echt niet, sorry. Niet hemdje en dan die jas erop gezet, precies. Doe wat ik wil. Ja, nee. Ze biedt buiten gaan en ze iemand iets anders. Ja, 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 sowieso. Dat gaat sowieso gebeuren. Doe aan de sok al, kom. Zeg, kom maar aan bowlingen. En we gaan eerst naar de IKEA. En dan gaan we bowlingen en dan ga jij karten. Ja, we gaan zien wat er nog allemaal kan. Bowling of voor op karten, of niet? Hmm. Ja, omdat de Senna niet mee kan karten. Anders niet, hè. Mhm. Mhm. Met zo'n koffie in de auto. Standaard. Ja, en een wrapje. En een wrapje. Gordels aan. Anders vertrek ik niet. Laten we zeggen dat ik 5 minuten of 10... Maar... Een kwartiertje heb moeten zagen en moeten roepen. Nee. Omdat het iets te lang naar mijn goesting duurde. Maar Senna, die was snel ja, klaar. Zie, en ik heb hem wel andere dingen moeten aandoen, omdat jij dat zei. God, zie is dat toch die lelijke frek aan, of wat? Zwens ik je nou? Ja. Die heeft juist een andere frek aan gedaan, hè? Die andere was zoveel mooier. Ja. Yeah. Nee, please, 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 verander alsjeblieft. Mom. I love it when you call me señorita. I wish that I can. Nee? Ik weet de tekst niet. Nee. Kom, gaan we ons toekomstige huisje in elkaar zetten? Ja. Ja? Ja. Op, het is 7:30, op een half uurtje tijd. Dan. Op een half uur gaan we een heel huis fixen, mensen. Ja. Kom ons biedt wel halen. Ja, kom je me halen? Kom ons biedt wel halen. Wat is dat hier? Wat zeer jij? Niets. Hij heeft mij juist lui wijf genoemd. My own. Je zit weer al op een gat. Keizielig. My own lover. Husband. Je zit weer al op een gat. Husband. Husband. Hey, hebben we al een gat in de vocabulaire? Friends. Van friends. Voilà, Senna, hier kun jij in liggen. Ja, voilà. Laat dat gewoon in liggen op dat dingetje. Ja, geen schapenvelkjes, hè. Allee, gaat er dan in liggen? Hé, hey, dat ligt toch wel chill volgens mij, zo. Slaap dan, jongen. Ja, ik kom me nu morgen halen. Of volgend jaar, we zullen nog zien. Hé, hey, volgens mij ligt dat wel chill, hoor. Ja, dat ligt echt chill. Voilà, we hebben het gevonden. We hebben een bed gevonden. Ja, dat ligt echt fucking slecht. Goh, slaap wel. Mogen we met 3 even een dutje doen? Ja. Slaap, Kjell. Zijn als slaap. De Senna wilde een schaap. Maar papa heeft het geweigerd. Omdat anders dieren... Ja. Mm-hmm. Het rijdt me gewoon niet zo vlot vandaag. Maar mijn paas wel. Allee, kom met de voort. We hebben echt geen tijd. Oh, kom. We hebben ondertussen 2 kussens gevonden voor de Senna. We hebben voor ons een ander dekbed. Voor mij een bed. Een bronkisla. Voor u een bed hebben we. Een bronkisla. Bronkisla. Dus moest dit vast keer in het jas. Je broos. De broos. Altijd, nee. Altijd broos. Iedereen heeft altijd broos. Ik zweer het u. We moeten nog, wat moeten we nog hebben? Een donsdeken voor de Senna nog en nog wat kussens. Een donsdeken en kussentjes. Nee, een overtrek. Een overtrek. En een kussenomloop. Zijn dat roos? Dat zijn wel kussensloop, zeg ze kussenomloop. Is het roos school? Kussenomloop? Kussenomloop. Ja? Je moet onze constructies een beetje zien, mensen. We zijn een kar vergeten pakje. Wil jij dat kunnen dragen? Wat wilde jij dat me zeggen? Maar dan draag ik het maar alleen, hè? Je bent sterker dan mij, dus ik denk het wel, hè? Ben je sterker dan papa? Ja. Mama? Allee, go. Ik kon deze niet kunnen filmen, want anders breken we alles. En vooral met de camera, en dat is niet de bedoeling. Bye!
spelen mensen met een teentje vallen door de deur daar. Dat is mijn schuld. Dat is uw schuld, Jascha. Ligt die rommel... Wat ga je naar doen? Ligt toch eerst daar? Of ga je daar de scheef op zitten, ja. Er juist stond de hele dag gedoe stond zo op zo'n kar daar. En hij zei, kom er al gewoon die kar mee. En die vrouw ineens zo... Maar jongen, je wordt toch echt werk met mijn werkbroek en zo? Ik heb mijn werkbroek niet aan. Veggie hotdog. Ja, kom, go. Go, 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 go. Ze ben je gewoon veggie hotdogs. Voel hem eens in de smolies. Ah, dat is wel lachen, hè? Smolen trekjes. Ik heb honger. Ik heb honger. Hier is een sterke beer. Pijltje. Kijk, dat is dus mijn bed, mensen. Een mooi bed. Een matras, kussens. Sterk, sterk. Sterk, een beer zie je. En de mooie mensen. Nou, we kunnen. Ja, we kunnen. Uit rekeningsknop, want dat komt uit uw spaarpot. Kom, 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 kom. Hé, hey, dat komt uit mijn spaarpot. Ik heb hem net toe, hè. Wat is er? Van achter. Hup, in een bek. Tot ze bier. Wat? Echt? Echt? Ah. Tot ze bier. We zijn met een bowling en ik heb van die fucking kutschoenen aan, jongen. Ik haat dat echt. Ze zijn ook veel te groot. Pak denk een motje blender? Nee. Dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal kan verliezen, hè? Allee, ja. Ik ga een matje klinder pakken, ja, ik wil beter, dus misschien een plakker. Nee, jij zegt jezelf al een zware plakker, hè? Ja, ik zie wel een plakker. Ja, een plakker. Plakken, plakken. Mm. Wat? 42, maar ik heb een pootje op kiks, zeg. Hallo mensen, Oei! Kaas. Gaat met mijn kaas? Ja, dat is meestal bij de kousen van de KL, hè? Die sok van gisteren. Mijn man. Appel had heel je voorkant opgepret. Ik doe gisteren zo'n sok aan. Ik trek dus helemaal naar rechter zo. Dat was gewoon helemaal mijn voet van voor was gewoon volledig bloot. Dat was gewoon zo'n halve sok. Echt een clown die dat jij nu aan, hè, jongen. Goed, hè? Nee, maat. Jawel. Die namen dat wij geven. De Kjell is asshole. De Sinna is son of an asshole. En ik ben bitch of an asshole. Hashtag asshole. Hashtag asshole. Son of an asshole. Maar die mensen moeten echt denken, wat is dat voor een vader? Ik zou met jou zo'n taal gebruiken voor dat je kleine vijf. Een asshole mag ik beginnen. Is je nog niet opgewarmd? Doe je oefeningen. Doe yoga. Ja, let's go. Warm maar al op. Jij ook zo? Ik wil niks, jongen. Ik ben dat je gemak. Mijn vingers zijn te dik. Ja. Ik heb dus juist een bal gevonden. Nou, dat is in. Gewoon in de goot. En jij hebt bumpers nodig, schat. Ja, bumpers. Die gaan pas aan bij de kleine. Wie gaat dat doen? Dat gaat vanzelf. Ja, hoe weet je of dat de kleine is? Ja, son of an asshole. Hoe slecht was dat? Hola. Ja. Is dat die kop? Is dat nu schat? Peltje? Ja, die heeft hij minder nodig als mij. Strijk. Mijn goed. Goed gegooid. Hoe was uw eerste? Echt? Hoe was uw eerste? Minder goed. No! Kijk ze! Wow! Ja, jullie dagen hier. Perfect. Jongen! Zot! Ik heb gewoon dat beeld er juist gezien. Het was nog wat filmen, zeg maar. Ik wou dus
mijn schoen even op je lap liggen. En het moment dat ik mijn voet uitsteek, slaagde die een bal, die een bowlingbal keihard tegen mijn voet aan. Dat is niet zijn schuld, het is mijn schuld, hè. Maar ik kon niet liegen, het hurt like hell, hè, maat. Ik probeer mijn eigen zo sterk te houden hier, maar het hurt zo little, hè. Dat trekt ook helemaal aan mijn been, die pijn. Ik vind hier helemaal tot hier. Maar er is nog niemand een strijk gegooid. Bijna, hè. Wat bijna. Allee, doe dat, hè. En we gaan wel een spijt hebben, zo. Ja, spijt. Ik heb nog geen één. Een ijshol is gewonnen. Een ijshol is gewonnen, baby. Jij zit een ijshol? Ja, you're an ijshol. Ik zit gewonnen. Zijn hij tweede is geworden. Proficiat. En ik ben laatst. Proficiat. Dank je. Dank je. Niemand moet laatst zijn. Elke keer gewoon eerst om echt te beginnen. Ja. Jongens en meisjes, we zijn nu klaar met bomen. We gaan naar huis en dan gaat de Kiel gaat het bed van de Sinner dat we juist zijn gaan halen nog in elkaar zetten. Allee, dat denk ik toch. Misschien morgen, dat kan ook, hè. Maar nog één nachtje. Liefst vandaag. Maar morgen kan ook nog. En dan kun jij lekker in een nieuw bedje slapen. Yay! Yay! Allee, kom met die clownschoenen uit. Nu ben je toch helemaal op de noot. Pablo! Is het druk? Druk. Goed, wij zijn terug aangekomen. Wil jij nog iets zeggen tegen de mensen, Sinnetje? Ja. Dag, deze video is gedaan. Jamila gaat hem een paar dingen zeggen. Dus ik zie jullie morgen weer om 5 uur bij een gloednieuwe video. Dag mensen. Ik heb het gehoord, ik zie jullie morgen om 5 uur. Veel slaapplezier. Oh nee, het is juist om 5 uur komt. Veel eetplezier. En ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 5 uur. En samen? Doei!